En nu sta ik in twee gemeenten. Mijn moeder die zei, de metropoolregio, wat is dat? We staan hier bij Diemen, maar ik sta ook met een half been in Ouder-Amstel, Duivendrecht. Het is eigenlijk ook één gebied en specifiek hier op deze plek zie je ook dat die stad eigenlijk aan alle kanten aan elkaar zit. De mensen trekken zich eigenlijk niets aan van een grens, zoals die hier bijvoorbeeld zien. Prachtig in de klinkers, rood in Ouder-Amstel, grijs in Diemen. En feitelijk is dit, samen met het gebied richting Schiphol, de internationale entree van Nederland aan het worden. Maar met de trein komen grote stromen mensen vanuit het buitenland via Schiphol hier de stad in. En nu met de komst van de Noord-Zuidlijn die net geopend is, is het ook de verdere poort de stad in. Als we hier om ons heen kijken, dan zien we dat grote station. Een van de grootste knooppunten is dit aan het worden in de metropoolregio. En eigenlijk is het zo dat het hele gebied van Schiphol tot en met die Zuidas in de Amsterdamse binnenstad, als het ware een soort ruggengraat vormt van de hele metropoolregio Amsterdam. Dit is wel een typische plek waar je ook kunt zien dat we soms ons in die metropoolregio Amsterdam echt afficheren met de naam Amsterdam en tegelijkertijd ook heel erg onze eigen identiteit kunnen hebben. Amsterdam, we staan hier bij het hotel door Sjoerd Soeters ontworpen. Onmiskenbaar in de Renaissance stijl. Het hotel is van Intel, Intel Amsterdam Zaandam. We zagen net al een paar toeristen voorbij komen. Ik heb het vermoeden dat ze echt nog denken dat ze in Amsterdam zitten. Maar het is niet alleen hier. Het is ook elders in plekken in deze metropoolregio waar bijvoorbeeld bedrijven weliswaar in een andere gemeente zitten, maar toch eigenlijk heel erg graag Amsterdam op een kaartje hebben staan. Zoals bijvoorbeeld in Duivendrecht. Als je een deel van Duivendrecht in komt rijden waar de bedrijven zijn, dan zie je ook daadwerkelijk Amsterdam-Duivendrecht. De merknaam Amsterdam wordt gebruikt. We maken er onderdeel van uit, maar tegelijkertijd vinden we het toch heel erg leuk om toch die eigen identiteit te laten zien. En bij uitstek zie je dat hier in Zaandam. Voor recreatie geldt eigenlijk ook dat de mensen nooit alleen in hun plaats blijven. Ze gaan meestal gewoon ook de regio in. Of het nou is in Spaarnwouden een recreatieschap, fietsen langs de Amstel, misschien wel wandelen op de heide bij Hilversum of varen op de Ankerveense plassen. Dat is een beetje hoe wij onze omgeving gebruiken. Nou, hier in Zandvoort kan je dat eigenlijk bij uitstek zien. En ja, we zijn steeds internationaler, dus ook voor onze toeristen hebben we een echte Amsterdam Beach. Ja, dit is natuurlijk een prachtige plek, bovenop de toren van Ransdorp. Daar kun je zien dat de metropoolregio Amsterdam niet alleen uit stad bestaat. Sterker nog, eigenlijk kijken we hier naar het goud van deze regio. En het goud van deze regio is groen. Het zogenaamde metropolitane landschap. De kracht van deze regio is dat we heel duidelijk één centrale stad hebben, Amsterdam. Met allemaal dorpen en steden daaromheen. En daartussenin allemaal groen. Als we om ons heen kijken, dan zien we eigenlijk achter mij de stad liggen. In de verte zie je ook de Zuidas, je ziet de Rembrandt-toren. En daarna begint het groen. En er is bijna geen stad in de wereld waar dat zo dichtbij is. En dat is echt de grote kracht. En continu zie je ofwel het water of het groen van het prachtige landschap wat we hier hebben. Ultiem en absoluut een grote plus ten opzichte van regio's waar we ook mee concurreren.